Hey, hallo dan, verzamelaars, collectors, liefhebbers, geeks, freaks, levensgenieters en alles ertussenin. Welkom bij een nieuwe aflevering van Retro Funk, de Collectors Paard. In dit filmpje gaan we weer even lekker vintage, lekker retro. Ik heb namelijk vind ik zelf misschien wel de gaafste vintage beurs in Nederland een hele toffe transformer gevonden. Vintage G1 Transformer. Nou, niet helemaal vintage, reissue, maar goed. Vind ik niet erg. Vind ik vintage genoeg. De beurs, uiteraard. Toyzone, shout-out naar Tije, want dat verdient hij, eerlijk te zijn, wel. Ik mag daar ook keer weer een onderdeel van zijn. En ik ontmoet er ook heel veel mensen uit de community. Filmpjes daarvan zijn uiteraard ook op dit kanaal te vinden. Check hem out, ik heb er al een paar gemaakt. En ik ben daar super enthousiast over. Maar goed, daar gaat dit filmpje niet over. Ik heb namelijk een review van een vintage Transformer. Vintage. Mwah, zwa. We gaan het hebben over Sound Blaster, die ik bij de Toy Boys gevonden heb. En dan zul je misschien aangeven van, Frank, voel eens even in je voorhoofd. Dat is niet Sound Blaster, je hebt Soundwave en je Blaster. Maar er is ook een Sound Blaster. En namelijk een epische strijd der titanen tussen Blaster en Soundwave zijn ze beide de pijp uitgegaan. De stoffelijke overschotten van Soundwave zijn meegenomen en is geretooled in een nieuwe Transformer genaamd Sound Blaster. Dat is in de Headmasters cartoon die oorspronkelijk alleen in Japan uitgezonden werd, is dat namelijk aan het licht gekomen. En is deze, retool, redeco, hoe je het maar noemen wilt, geïntroduceerd. Wat uiteraard gave tooi opgeleverd heeft. En naast de gave tooi heeft hij eigenlijk heel weinig aandacht gekregen. Ik zei het net al. Strijd der Titanen in Headmasters. Retool als Sound Blaster. In de comics, G1, Old Morphin, nee. Dreamweave, wel. Klein beetje als clone van Soundwave. Hetzelfde geldt voor IDW. Ook daar is hij pas in de 2019 continuity naar voren gekomen als originally een clone van Soundwave. Dus ik vind hem stiekem heel gaaf, maar hij heeft heel weinig aandacht gekregen. Maar goed, waarom vind ik hem zo gaaf? Dat ga ik zo meteen in de rest van het filmpje uitleggen. Box, unboxing, transformeren en ik ga er iets over vertellen. In een later filmpje ga ik ook een comparison maken met Soundwave. Niet in deze, dat komt later op dit kanaal. Ik vind dit een hele gave. Laat even weten wat jullie van repaints, maar ook retools en redeckles vinden. Vind ik stiekem wel interessant. Repaint vind ik gaaf, maar soms iets te makkelijk. Dit is echt een retooling. Hij is anders dan de oorspronkelijke Soundwave. Kom ik zo op terug. Nou, hoop je enjoy en laat de reactie achter. Kijk, en deze boxen kennen we natuurlijk. Dit zijn de Book Collection, de reissues van de Transformers, gebaseerd op de original molds. Dit is nummertje 18 en daar hebben we hem al. Sound Blaster met Buzzsaw en Jaguar, oftewel Ravage. Nou, het mooie van deze book reissues is, zegt het al, een boek. Je kan hem openen en dan zie je de Transformer mooi zitten. Japanese version of course, Takara, je ziet ook alles wat erbij in zit. Dit zit er helaas niet bij, dat is er uitgehaald. Maar goed, vind ik niet zo heel erg, doet voor mij niet heel veel af aan de waarde. Want het gaat mij gewoon om de bot, beter gezegd de kom. Je ziet ook meteen wat andere uitgaven die er geweest zijn. Je ziet wat er allemaal bij in zit nogmaals. En let's get him out of the box. Even wat geweld voor gebruiken. Nou ja, niet fysiek geweld natuurlijk, want jammer. Nou, hier zien we al de cards van de Transformers die erbij zitten. In dit geval hebben we het over drie stuks, zoals aangegeven. Sound Blaster, Buzzsaw en Jaguar met de instructies en een stickervel. Dit is hem. Nou, we gaan ze stuk voor stuk even eruit halen en uiteraard transformeren. We gaan hem iets anders doen dan jullie wellicht gewend zijn. Want bij deze hoeven we natuurlijk niks versneld te doen. Laten we eerst even ingaan op alternate mode. Het is zoals je weet een Walkman, een cassette deck. En het verschil met Soundwave is dat het cassette deck waar de cassettes in kunnen een keer zo groot is. Hier kunnen namelijk twee cassettes in en hij is rood plastic. Verder heeft hij weinig verschil met de original Soundwave.
Nou ja, behalve natuurlijk de kleuren, want deze is zwart met ook weer blauw en rood. Nou, laten we gewoon eens even transformeren. Dan krijgen jullie ook te zien hoe Sound Blaster eruit ziet. Super, super simpele transformatie. We hebben het over G1 natuurlijk. Het zijn blokken, maar ja, ik heb het volgens mij al vaker gezegd in mijn filmpjes en ik blijf het ook zeggen. Dit zijn wel de transformers waar ik van hou. Hier word ik gewoon nog steeds enorm blij van. Kijk. Gewoon lekker blokkerig, lekker makkelijk, niet te moeilijk doen. En hier hebben wij, jawel, jawel, Sound Blaster. De Black and Red Redeco Retool van Soundwave. Ja, ik vind, ja, zwart en rood vind ik sowieso een mooi kleurenpatroontje. Dus heb je mij meteen al mee te pakken. Ja, ik word hier gewoon echt wel, oh. Moet natuurlijk niet de camera aan de kant stoten. Ook dat kan gebeuren. Ik word hier gewoon blij van. Wapens zijn er ook bij. Zoals jullie wellicht wel kennen van de original. Even kijken. Dit is zijn missile shooter. En hier hebben we de gun van Sound Blaster. Zelfde gun als Soundwave. Laat ik dat even vooropstellen. Daar is niks in veranderd. Hoeft voor mij ook niet. Want never change a winning team. Dit is gewoon, vind ik nog zelf, nog steeds een hele, hele gave con. Mooi design. Het is echt een blok, maar dat past er gewoon ook al bij. Nou, zoals net al aangegeven, er zitten nog twee Decepticons bij. We hebben Focus Focus. Jaguar, oftewel Ravage. Nou ja, toch een van de meest iconische Decepticons aller tijden, denk ik zelf. En waar verandert hij in? Nou, je zal het niet verwachten, maar hoppa, hoppa. Even netjes voor de camera natuurlijk, dat jullie mee kunnen kijken wat ik nu aan het uitspoken ben. Het is lang geleden dat ik de cassettes in mijn handen heb gehad. Dus dit is ook eventjes spelen. Kijk, dan komen we meteen bij een leuk wetenswaardigheidje. Want wat je, oh, focus even terugpakken. Hop, ja. Wat je hier namelijk ziet, zijn de weaknesses van Fortress Maximus. Zoals aangegeven is deze in de cartoon uitgekomen van Headmasters. En Headmasters was Fortress Maximus een van de aanvoerders van de Autobots. En, oh, ja, dan raak ik even mijn verhaal kwijt. Sound Blaster, die had namelijk op de cassettes de geheime informatie staan hoe je Fortress Maximus dus kon verslaan. En dat staat, als het goed is, op beide Transformers, op beide cons, kan je dit vinden. Ik ben ook even aan het transformeren nu. Hoppa. Zo, zo, kijk. En ook hier zie je op de cassette dus wat instructies over wat weaknesses. Je ziet wat punten erop staan. En nu gaan we naar een van de leuke dingetjes. Tenminste, dit vind ik heel leuk. Zoals aangegeven, hier kunnen twee cassettes in. Even prutsen. Wel netjes erin doen uiteraard. Hop, kom, goede transformatie. Nou, zul je natuurlijk net zien dat wel met het filmpje bezig ben, het niet allemaal even goed gaat. Maakt ook niet uit, hoort erbij. Kijk. En hier krijg je hetzelfde als met de charts destijds. Waarin je dus het rode plasticje of de charts achterop de bots of achterop de dozen en de verpakking kon houden. En dan zie je dus de weaknesses. En als je hier kijkt, zie je dan welke weakness van Fortress Maximus is. Dit been moet je dus hebben om Fortress Maximus te kunnen verslaan. Dus een van die leuke geintjes die hiermee gedaan hebben. En zijn Good Twin, Twin Cast, de andere variant van, of tenminste de variant van Blaster, heeft hetzelfde geintje, maar dan voor Scorponok. Ja,
Ik vind dit stiekem heel leuke wetenswaardigheidjes en leuke extraatjes die het wat mij betreft gewoon ja, interessant maken om de wat obscuurdere transformers te verzamelen en obscuurdere transformers te hebben. Ja, ik vind dit gewoon een hele, hele mooie con. Het is gewoon een mooi kleurenpatroontje. Transformeert lekker, heeft echt het gevoel van G1, maar ook wel het gevoel van een Japan exclusive. Want deze is dus gewoon in Europa volgens mij nooit uitgekomen. Nou, dat maakt het voor mij meteen interessant, want hoe obscuur, hoe leuker ik het vind natuurlijk. Ik kan hier denk ik wel heel lang over doorgaan, maar lang verhaal kort. Het is al een lang verhaal. Ik ben blij. Ik heb gewoon een Soundblaster. Nou, Soundwave had ik al. Ik heb de Belvintron variant, heb ik hier ook van de Collaborative. Er komt zelfs nog een reissue van Soundwave aan binnenkort. Ga ik uiteraard ook nog eventjes erbij pakken. En dan ga ik ook de comparison maken tussen de drie Soundwaves die ik heb. Voor nu is dit er in ieder geval mijn favoriet. En het is echt, echt door het kleurtje. Wat werken deze kleuren goed. Nou, I hope you enjoyed dit filmpje. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden wat ik hier weer gedaan heb. Even een lekker verhaaltje over de bot. En een beetje achtergrondinformatie, transformatie en uiteraard mijn eigenwijze gebabbel erbij. Laat het weten wat jullie hier vinden in de comments of in een PM'tje of whatever. En tot de volgende. Thanks for watching. Till next time.